Holland! Mensen, wat onwijs fantastisch is, jullie kijken naar een nieuwe video. Het is ongelooflijk. Wat denken jullie? Denken ongetwijfeld, hey Kelvin, waarom heb je hier, ik heb hem wel. En ook kerst. Kerst, fijne kerst. Jullie vragen je ongetwijfeld af, hey Kelvin, waarom heb je in godsnaam in één keer een video op deze dag? Maar het is heel raar. Echt heel raar. Ik heb een plan. En dat plan is fantastisch. Zoals jullie weten, is 2016 bijna afgelopen. En dat is natuurlijk echt spijtig. Ik vind dat ook echt jammer. Maar, niet getreurd. Van 2017 wordt het natuurlijk helemaal geweldig. Ja. Ik weet niet eens of ik wel scherp ben, joh. Ik ben volgens mij helemaal niet scherp, joh. Wat is dit voor gekkigheid? Film maken, Kelvin. Kan nog niet eens scherp stellen. Mocht je nou een kersttrui willen voor kerst, dat kan. Dan kun je hem op deze link kun je hem halen. Mijn webshop. Betekent dat jij deze trui kan krijgen. Beetje geld betalen. Maar zo werkt het in het leven. Ja, ik heb een speciale video voor vandaag. En dat is omdat ik iets bedacht heb. En dat is belangrijk voor jou. Wil je nou grote YouTuber worden? Is dat dan je droom? Dat kan. Met mijn hulp. Mijn plan is namelijk om in 2017 om jou te helpen om YouTube motherfucking YouTuber te worden. Gewoon de next Enzo Knol. Je weet hoe het gaat. Ik ben zelf, ja, niet Enzo Knol, sorry. Ik merk dat ik de afgelopen weken steeds vaker over Enzo Knol praat in mijn video's. Ja, dat is zeker waar. Ja, dat is een analyse. Nee, het is mijn taak en het is mijn doel en dat wil ik heel graag doen om iemand van jullie, één van jullie, een of andere getalenteerde motherfucker die daar zit en denkt, hey, ik kan heel veel, maar toch krijg ik het niet voor elkaar op YouTube, te helpen om in 2017 een echte grote YouTuber te worden. En dat ga ik doen. Door middel van de next YouTuber. Ja, ik kon niet echt een betere naam bedenken. Ik ben geen John de Mol die gewoon weet hoe je een talentenshow een naam moet geven. Oké, ik noem het gewoon de next YouTuber. En dat is het. Next big YouTuber is mijn eigen talentenjacht. Ja, het is waar. Ben ik dan een jurylid? Ik denk dat ik dan een jurylid ben. Ja, ik ben een jurylid. Ik wil met één van jullie, er is daar iemand, ik weet het zeker van mijn kijkers, die video's maakt en die ik niet opmerk en die dan zegt, ja, maar ik kan dat echt goed. Beetje zoals Enon Joost, laat ik het zo zeggen. Kijk, een tijdje geleden zag ik Enon Joost op YouTube, dacht ik, hé, hij is wel grappig. En toen denk ik, maar later was hij bekend. Lek Joost, love you, great. En het lijkt me fantastisch om dat in 2017 op zo'n bepaalde manier ook weer te doen en dat wil ik graag met één van jullie. Enig wat je daarvoor moet doen, en dat is wel even belangrijk, is paprika's eten. Echt heel belangrijk. Staat ook in de reglementen. En ik heb het niet bedacht. Weet je, het is gewoon zijn formaliteiten. Nee, er zijn, een paar regels. Oké? Okay? Wil jij nou samen met mij in 2017 YouTube helemaal op zijn kop zetten? Mocht je dat nou echt willen, en met echt willen bedoel ik echt willen. Hè? Dus iemand die gewoon bereid is om alles op te geven, om helemaal kapot te gaan om dat te bereiken. Je hoeft niet je familie te vermoorden. Oké? Okay? Dat zou ik nooit van je vragen. Maar, weet je, misschien eens een keer een muis vermoorden. Nee. Hoe kondig je een talentenjacht aan? Next big YouTuber! Nee, mocht je dit nou echt graag willen, kun je meedoen. Ja, als potentiële deelnemer zijn er een paar regels waar je rekening mee moet houden. 1. Wil jij next big YouTuber van 2017 worden? Dat kan. Het enige wat je dan moet zijn is tussen de 0 en de 100 jaar. Er worden niet mensen boven de 100 toegelaten. En ook niet mensen die nog niet geboren zijn. Regel 2 is dat je het echt, je moet het echt in het diepste van je hart moet je willen. Als iemand vraagt wat wil je laten worden, zeg je ja, word gewoon brandweerman. Nee, YouTuber. Dat zeg je. Paprika plukker. Dat mag je ook meedoen. Regel 3 is dat je 1 video van jezelf moet opsturen. 1 video. Oké, niet meerdere video's. 1 video. Als je meerdere video's opstuurt, dan mag je weggaan. Ik heb niet tijd om 1000 miljoen video's te kijken. Er zijn waarschijnlijk echt maar 3 mensen die meedoen, dus ja. Nee, stuur 1 video van jezelf op. Dat kan een short movie zijn, dat kan gewoon een vlog zijn, dat kan een video zoals dit zijn, dat kan een muziekvideo zijn. Dat mag alles zijn wat je wil. Stuur het naar me op, dat kan via dit e-mailadres. En dan ga ik het bekijken. En de laatste regel is dat je je kapsel moet goed zitten. Zoals mij, vandaag. Nee, de laatste regel is dat je klaar moet zijn om samen met mij in 2017 YouTube Nederland volledig op zijn kop te gaan zetten. Als je dat wil, dan moet je meedoen. Ik hou van jullie. Dat was hem. Volgende keer weer een normale video. Mensen, doei.